Vandaag is het 4 oktober en dat betekent dat het dierendag is. Dus wij gaan de beestjes even verwennen op de kinderboerderij. Nou, je zult verwachten dat we vandaag met Dierendag iets speciaals zullen doen. Maar eigenlijk proberen wij hier altijd elke dag Dierendag te houden. De dieren zijn onze verantwoordelijkheid. Dus proberen wij de dieren ook altijd zo gezond mogelijk te houden. En zo'n goed mogelijke verzorging te geven. Dieren die hier op een plek zijn die natuurlijk gedrag kunnen vertonen, vinden wij heel belangrijk. Dus daar proberen wij eigenlijk elke dag met verschillende projecten ook, zeg maar, die we hier doen, proberen wij dat zo goed mogelijk voor de dieren voor elkaar te hebben. Eigenlijk hebben wij bijna alle boerderijdieren hier wel lopen. Van geiten, ezels, schapen, varkens, kippen, konijnen, cavia's en natuurlijk de watervogels nog. Hey! Nou, hij is Piet. Hallo. Dit is Cadans. Dit is onze boerderijpony. Je zou het niet zeggen, maar Cadans is inmiddels 19. En hij heeft eigenlijk in zijn jongere jaren heeft hij verschillende wedstrijden gedaan. En dressuur, springen, dat soort dingen. Dus hij heeft een heel actief leven gehad als sportpony. En zijn eigenaar gunde hem eigenlijk een mooi plekje waar hij van alles om zich heen had. En sindsdien hebben wij hem hier. Voor de kinderen, voor ponyritjes. Maar hij is echt super lief. Kinderen mogen hem borstelen. Wij wandelen met hem door de hele wijk heen. En, dus het is eigenlijk een knuffelpony. Deze konijnen zijn allemaal gebracht. Volgens mij zijn de bruine en de grijze komen bij één eigenaresse weg. Die had er geen plek meer voor. En zij heeft ons gebeld of wij plek hadden voor haar twee konijnen. En die hebben we dus aangenomen. Die lopen dus hier in de knuffelhoek voor de kinderen om mee te knuffelen, want ze zijn heel lief. Zo hebben we nog 15 konijnen buiten lopen. Die zijn ook allemaal gebracht of gedumpt door mensen. Dus wij kopen eigenlijk nooit onze konijnen aan. Wij fokken ze ook niet. Het is echt puur wat wij van mensen krijgen, waar wij plek voor hebben, wat we een huisje kunnen geven. Dat geven we een huisje. En daar houden we het eigenlijk een beetje aan. Wij moeten het natuurlijk doen met subsidies van de gemeente. En natuurlijk met veel gulle giften van de inwoners. En we zijn natuurlijk altijd op zoek naar donateurs. Zodat plannen voor ons gefinancierd kunnen worden, zodat wij onderhoud kunnen plegen aan de gebouwen of aan nieuwe stallen voor de dieren, maar ook voerkosten. Op onze site kunt u een formulier downloaden, die kunt u invullen en dan naar ons toesturen of bij ons brengen. En je kunt ook altijd contact met een van ons opnemen hier op de boerderij.